Die enorme boomstamkano interviewen, daarvoor alleen al. Toen ik vroeger student archeologie was in Leuven, toen ging ik vaak naar Tervuren om de collecties te bekijken. En ik dacht vaak van, dat moet een ongelooflijke job zijn om hier curator te mogen zijn. Die ambitie heb ik inmiddels opgeborgen, of althans beperkt tot één enkel voorwerp. En dat is die enorme boomstamkano. Ik wil de woordvoerder worden van dat stuk hout dat ze uitgehakt hebben. Ik wil daar de woordvoerder van worden, de curator, de bezweerder, de bezinger. Maar daarvoor alleen al zou ik naar het museum gaan en opnieuw gaan. Dat is een onwaarschijnlijk stuk. Zo lang, zo indrukwekkend en zo historisch te beseffen dat dat op de Congo-stroom gebruikt is geworden. Ik voer er graag het woord voor.